Hallo en welkom in deze video waarin dat we de 3 maanden zodiac reading voor Steenbok gaan doen. De reading gaat erover dat we gaan kijken hoe dat de mannelijke en de vrouwelijke energie, waar dat de schaduwen zijn, dan waar dat de energie in de connectie is. Waar dat het bewuste denken zit in deze connectie bij zowel mannelijke als vrouwelijke energie. En dan nog een aantal boodschappen waar dat er wilt of kan of mag doorkomen. Dat gezegd zijnde, deze video's zou ik zeggen, kijk ook eens voor jouw noordnode in staat. En kijk dan ook naar het teken, of de video voor dat teken. Omdat het eigenlijk noordnode heeft te maken met het... het vervul van je missie, de lessen die je te leren hebt in dit leven. En sowieso als je op pad van een tweelingvlam loopt, dan is dit ook een onderdeel van een van de lessen die je te leren hebt. Dus een van de doelen die je dient te behalen, als bij wijze van spreken. Dus we gaan eens kijken, wat is de schaduw bij de mannelijke energie in deze connectie? Oké. En wat is de schaduw in de vrouwelijke energie in deze connectie? Oké. En ik zie dat ik ook aan de onderkant moest kijken. De onderkant is de hermit, de waarheid. En de komende 3 maanden gaat er meer en meer inzichten komen rond de waarheid van deze connectie. Misschien is dat iets wat je gevraagd hebt. Misschien is dat iets waar je meer informatie voor wilt. Of waar je gewoon nu ook klaar voor bent. Dus dat zijn de dingen die sowieso voor beiden dus gaan komen in deze connectie. En wat hebben we dan voor de mannelijke energie? Dan merken we dat de mannelijke energie battle krijgt met 3. En hier staat er good versus evil. En ook de empress, dus de divine feminine, eigenlijk energie geheeld. Maar dus de empress heeft ook meesterschap over alle elementen in zichzelf. En er staat ook development met groei, overvloed en productiviteit. Dus wat zien we hier in deze connectie? Dat de mannelijke energie eigenlijk, ik zou bijna zeggen, aan het begin van het ontwaken staat. Maar dat zal niet voor iedereen zo zijn. Dus, maar in ieder geval is iets verder in het ontwaken. Waar dat de vrouwelijke energie al een heel stuk verder staat. Dat gaan we straks zien. Maar dus de komende 3 maanden gaat de mannelijke energie leren van, ah, maar wacht, ik heb eigenlijk ook vrouwelijke energie. Er zijn ook een aantal dingen die ik in mezelf, rond de dualiteit, goed versus kwaad, maar ook binnen zo buiten, liefde en geen liefde, waarin dat ze meer dingen gaan ervaren en leren daarover. Terwijl de vrouwelijke energie, die geeft de maan, die verbonden is met emotionele, met fase natuurlijk, ook mysterie, instinct en discovery. Dus de vrouwelijke energie heeft hier als grootste schaduw om nog meer en meer te gaan leren vertrouwen op de mysterie van deze connectie. Dus, en daar ook zie ik weer een mooie spiegeling erin, waarin dat de vrouwelijke energie hier nog meer gaat mogen gaan leren op het leren manifesteren vanuit energie, gaat de mannelijke energie eigenlijk naar binnen en gaan ontdekken van, ah, er is hier ook nog vrouwelijke energie in mezelf, los van mijn divine feminine aan de andere kant. Wat is dat we nog mogen weten voor deze connectie voor de mannelijke energie? Wat is dat we mogen weten voor deze connectie voor de komende 3 maanden? Ik ging zeggen de weersvoorspelling, maar het is eigenlijk een soort van energievoorspelling. En let ook op, het is geen vaststand feit. Het is een mogelijkheid. Afhankelijk van keuzes die gemaakt worden, in de connectie, bij de mannelijke, bij de vrouwelijke energie, gaan er bepaalde tijdslijnen gekozen worden. Wat moeten we nog weten? Oh, oké. Dit is dus genoeg. Dus de mannelijke energie gaat merken, doordat hij in die groei geduwd wordt en naar binnen gaat, is dat eigenlijk het leven en de wereld, het wereldbeeld dat ze hebben, die identiteit dat ze hebben, dat dat eigenlijk niet is wat dat ze diep van binnen voelen dan mogelijk is. Want zo, de 10 of Minten, is eigenlijk volledige vervulling op elk vlak. Dat je op elk vlak in je leven, relatie, werk, wonen, wat dan ook, dat je dat volledig gemanifesteerd hebt. Maar het ligt ondersteboven. Dus de
mannelijke energie en deze connectie gaat zien dat heel veel dingen eigenlijk gaan beginnen schuiven, gaan soms zelfs wankelen, dingen gaan in vraag gesteld worden en zo verder. De vrouwelijke energie in deze connectie kreeg de full kaart, maar ondersteboven. Wat dat uiteindelijk ook wel logisch is, want de vrouwelijke energie is staat in dat vlak eigenlijk al wat verder. En is eigenlijk al een nieuw pad begonnen. Maar vertrouwt nog niet altijd het pad dat ze gekozen hebben. Hoor ik. Wat krijgen we nog? Oh, twee. De koning van bekers ondersteboven en de negen van wanten. Oké. Dus wat zien we? Dat de vrouwelijke energie eigenlijk een beetje te veel gefocust is op de mannelijke energie. Omdat de mannelijke energie er nog niet volledig is, omdat de nog niet volledig is zoals dat ze voelen diep van binnen dat zou kunnen zijn, zijn ze eigenlijk te veel gefocust op de andere. Op de andere partij, waar dat ze eigenlijk moeten volledig focussen op de eenheid in zichzelf. Dat is mijn eenheid in zichzelf kaart. Want waarin je de mannelijke en de vrouwelijke energie ziet, die dat dan uiteindelijk samenkomen en een nieuwe derde identiteit, eenheid eigenlijk gaan creëren. Dus dat maakt dat de vrouwelijke energie haar energie, haar focus een beetje verliest. Terwijl dat ze eigenlijk moet weten van al hetgeen wat zij doorheen gegaan is, dat de mannelijke energie daar ook gaat doorheen gaan en de nodige inzichten zal ontvangen, net zoals dat de vrouwelijke energie heeft gekregen. Oké. Ik ben wel eens benieuwd hoe dat de energie van de connectie zal zijn. Energie van de connectie. Dat zijn grote kaarten. Dat is om een vergelijking te Wat is de energie van deze connectie? En deze ook. Nee. We krijgen onderaan alchemie. Ja, maar ondersteboven met de Six of Flames. En onderleggen de Seeker of Orbs. De Seeker of Orbs is eigenlijk de leerling wanneer dat gaat over het element lucht. Dus je gedachten. En dus deze connectie zit echt in een transformatieve fase. Ik ga deze aan de kant leggen. Daarom krijg je ook de alchemiekaart. Ondersteboven, omdat ze allebei los van elkaar aan het leren zijn wat dat betekent om het leven te manifesteren. En dus we zien we dat ze hier ook in dat element rond de gedachten veel te veel gefocust zijn op de anderen. Dus, en hun grootste uitdaging is om te focussen en hun gedachten af te stemmen op hun hogere zelf. Want je ziet hier ook de kubus van Metatron. Dat heeft ook te maken met alchemie. Dat heeft te maken met manifestatie. En dus de beide partijen hier, dus dat is eigenlijk ook de energie van de connectie, moeten op dit moment verder werken aan hun eigen stukken. Het zou me niet verwonderen dat er hier zelfs een sprake is van een soort van scheiding, waarin dat er... er kan misschien wel contact zijn, maar er is niet echt sprake van een romantische relatie of uitdrukking van romantische gevoelens. Dat kan misschien zelfs zijn iemand waarmee je in business bent of iemand die een collega van jou is of iemand die waar je kinderen mee hebt of waar je een of andere soort vorm van contract hebt. Maar op dit moment moet je dus focussen op elk je eigen stuk. Waarom? Omdat je dus eigenlijk moet eerst alle bekers voor jezelf vullen, voordat je dan de laatste beker kan ontvangen van jouw wederhelft. Oké, wat zit het bewuste denken van de mannelijke energie? Waar zit het bewuste denken van de mannelijke energie? Oké. Wat hebben we dan? We hebben de aardkaart ondersteboven, Dominion. Dus ook met de mannelijke energie, dus is inderdaad hoofdzakelijk mannelijke energie. De towerkaart ondersteboven, de 8 van bekers met indolence en oppression 10. Ja. Wat je hier ook hier heel hard ziet, is dat de... Wacht, ik ben aan het twijfelen wat dat hier weer is. Ja, inderdaad, Saturnus. Dus er zit een... De mannelijke energie zit in het bewuste denken, probeert heel veel dingen te gaan verklaren en logisch te gaan verklaren. Daardoor zoeken ze oplossingen, antwoorden.
Maar die gaan ze niet vinden. Waarom? Omdat de antwoorden van binnen liggen. En dat is hetgeen wat er ook hier in deze kaarten ook nogmaals getoond wordt. Is dat de bedoeling is om een diepe vervulling te voelen en te weten wat er goed voelt voor jou, of voor de mannelijke energie in dit geval. Dat belangrijk is dat je vanuit een geheelde mannelijke energie, vanuit die passie, vanuit die vuur, weer een verbinding maakt met elke keuze die je gemaakt hebt. Dus daarvoor staat elke beker hier, elke keuze die er gemaakt geweest is. En we gaan kijken van in hoeverre dat de keuzes die gemaakt zijn in het verleden, of wat die eigenlijk wel nog in afstemming zijn met wie dat je nu op dat moment bent. En dat is het grootste probleem, dat creëert ook die toren, omdat we uiteindelijk dan moeten gaan toegeven van oh nee, het leven dat ik eigenlijk voor mezelf gecreëerd heb, is eigenlijk niet hetgeen wat mijn ziel wenst. Dat is niet hetgeen wat mijn ziel de meeste groei brengt. En dan de vrouwelijke energie in deze connectie. En let op, de dingen dat ik hier zeg binnen mannelijke energie kunnen ook, ook al ben jij bijvoorbeeld meer de vrouwelijke energie, kunnen ook van toepassing zijn op jouw eigen innerlijke mannelijke energie. Dus let op en zet u daar zeker niet in vast. Pas dus toe dat er met jou resoneert, hoe je lichaam op reageert. En dan weet je of het jouw boodschap is of niet. Wat is bewuste denken van de vrouwelijke energie? Wat is bewuste denken van de vrouwelijke energie? Wat is het bewuste denken van de vrouwelijke energie? Deze. We krijgen de Princess of Wands. Met de Ace of Discs, dus de 1 van munten. Dus we zien dat vrouwelijke energie echt gefocust is op die union, op die eenheid, op het willen ervaren van die diepe liefde. Dat is hier ook de, ik ging zeggen de lover's card, maar eigenlijk is het de zon. Het ligt ondersteboven en je ziet hier ook die snake. En de verschillende elementen die het weer terugkomen. Dus de focus van de vrouwelijke energie, ook al ligt die nog niet altijd op de juiste plek, het gaat wel in de goede richting. Want we hebben hier de 1 van munten wat wijst op een nieuw begin in het fysieke. Maar natuurlijk moet die eerste union in zichzelf gecreëerd worden. Dus een eigen mannelijke energie en een eigen vrouwelijke energie. Om dan uiteindelijk weer vooruit te kunnen komen en om uiteindelijk dan ook weer verder te kunnen met die vrouwelijke energie in een andere ziel, in een andere persoon. Nog één keer. Nee. Oké. Nee, niks meer. Dan hebben we de boodschappen van de mannelijke energie aan de vrouwelijke energie en dan omgekeerd. En dan eindigen we de video met welke vlammen dat je kan gebruiken. Wanneer onze gesprekken lichthartig, dus luchtig zijn en speels, dan helpt het om de spanning dat er soms is, en ik voel ook heel veel angst, dus om die los te laten en niet zoveel kracht te geven. Ik weet niet meer gehoord hebben, maar mijn poes was aan het roepen. De mannelijke energie wil het ook heel hard laten weten aan de vrouwelijke energie dat ze in union gaan komen. Dat eigenlijk het bedoel is van hun connectie. Dat de reden is waarom ze hier rondlopen. En zegt ook aan de vrouwelijke energie van zorg dat je gefocust bent op het aanhouden van je connectie met de bron. Want het is de connectie met de bron die de liefde en healing brengt die we nodig hebben voor onze reunion. En de mannelijke energie zegt ook van, ik ben bang dat deze relatie veel te goed is om waar te zijn en daarom trek ik terug uit angst. Dan de boodschappen van de vrouwelijke energie aan de mannelijke energie. Of dat kan ook zijn van de hogere zelf aan de vrouwelijke energie. Wat zegt de vrouwelijke energie? We projecteren onze patronen naar elkaar. En dat maakt het moeilijk om te zien wat dat er echt is en wat dat er gebaseerd is op denken vanuit angst. We zijn ook spiegels. Ik heb jou zien groeien en veranderen.
Ik probeer mijn afhankelijkheid, mijn gehechtheid naar een bepaalde identiteit los te laten, zodanig dat ik ook kan veranderen. En dat is ook iets wat dat super belangrijk is, om regelmatig ook te detachen van versies die je kent van de andere persoon. Want we blijven altijd maar opnieuw groeien en veranderen. En dus dat je iedere keer weer op een hoger niveau verbindt. Ik merk dat in mijn relaties, dus niet alleen mijn eigen connectie, maar ook in mijn vriendschappelijke relaties, of zelfs met klanten, dat het belangrijk is dat we die loslaten en dat we dan eigenlijk terug weer naar een hoger level gaan. Wat zegt de vrouwelijke energie ook nog? Ik ben een patroon, dus een bepaalde gewoonte aan het veranderen en ik ga vooruit. En wat zegt ze ook nog? Ik weet dat het universum werkt in mysterieuze manieren, maar soms oordeel ik deze situatie in plaats van mij over te geven aan wat is. Ik voel dat er nog twee boodschappen moeten komen. Hier, voilà ze, hier zijn ze. En dat is voor allebei. Onze innerlijke kinderen zijn aan het wenen. We moeten ze beiden comfort geven en hun ouders worden. En zie ook 9-9. Dus bij beiden is het ook belangrijk dat je echt focust op je eigen groei op dit moment. Want wat staat er ook nog? Wat we ervaren op dit moment is een onderdeel van een grotere collectieve zuivering. Je moet je niet alleen voelen, want anderen zijn ook aan het healen. Mooi, toch? En dan... als je meer inzichten wenst rond je eigen connectie en een reading wenst of healing, dan kan je dat altijd reserveren via de linkjes onderaan de video. En wat is de energie waarmee dat we... jullie kunnen in deze connectie samenwerken. Dat is eigenlijk de groene vlam. Met aardsengel Raphaël en empathie. En voor degenen die eerder getrokken zijn naar de lotusbloem, ook, kan je ook met deze kleuren samenwerken. Maar dus empathie en begrip hebben voor elkaars proces is een heel belangrijk iets waar je nu in deze connectie nodig hebt. En wat dat jullie nu op dit moment zal verder brengen. Voilà, dat was het voor deze video. Ik wens je alvast een heel fijne week en dan zie en hoor ik jullie in een volgende video. Dag!